Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben een zeer koude nacht achter de rug. In Nieuw-Beerta in het oosten van Groningen werd het zelfs min 10 graden. Dat hebben we de afgelopen twee winters niet meegemaakt. Vanochtend loopt de temperatuur rap op, maar het blijft overal vriezen. Tussen de min 1 en min 5 graden er zijn flinke zonnige perioden. Lokaal kan er nog wat nevel voorkomen. Vanuit het westen neemt geleidelijk de bewolking toe, maar in het noordoosten en oosten blijft de zon nog schijnen. Blijft ook vanmiddag bijna overal vriezen, 0 tot min 3 graden. Op de wadden wordt het plus 1 of plus 2. Vanavond nog steeds enkele wolkenvelden, ook opklaringen. Dan gaat het weer licht tot mate vriezen en in de nacht kan het lokaal min 10 worden. Morgen vanuit het noorden wat wolkenvelden. Vooral in de middag kan dat een lokaal winters buitje opleveren en bij temperaturen rond het vriespunt betekent dat weer kans op gladheid. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon van tijd tot tijd. Woensdag en donderdag hebben we droog winterweer, temperaturen smiddags iets boven nul en in de nachten onder het vriespunt. Vrijdag of zaterdag, dat is nog onzeker, gaan de temperaturen omhoog en dan wordt de winterweer verdreven. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl